Jullie wonnen heel soepel van Argentinië, de belangrijke eerste wedstrijd. En de tweede tegen het veel mindere Noord-Ierland ging veel moeizamer. Ja, klopt. We hadden het eerste helft zeker wel moeilijk. Ik vond wel dat we geconcentreerd voetbalden. We hebben in principe helemaal niks weggegeven en ook wel kansen gecreëerd. Ja, zat? Zat kansen. Het kon allemaal misschien net even wat sneller en wat scherper. Maar goed, wat ik zei, niks weggegeven is ook belangrijk. Volgens mij, ik heb één keer de paal geraakt en Rick drie keer in de eerste helft. Dus toch kijk dat kleine stukje scherpte wat we misten. Soms de balbehandeling of de aannames net in de loop of andere dingen. Ja. Het zat er de eerste helft even niet mee. Dachten jullie er dan toch te gemakkelijk over na die eerste goede zegen? Nee, ja, het is gewoon moeilijk voetballen tegen een tegenstander. Als je de wedstrijd gezien hebt, zie je dat Noord-Ierland eigenlijk niet wil voetballen. We moeten een punt pakken, of tenminste, om nog in de race te blijven voor de kwartfinales. En dan proberen we door verdedigend voetbal te spelen, maar dat is eigenlijk niet gelukt. Ja, na 40 minuten kom jij en Midden Vos erin en binnen 3 minuten staat het 2-0. Helemaal waar, ja, heel mooi. Dat wil je graag doen als invallers, dus daar waren we heel blij mee. Nou, we hadden denk ik allebei wel zoiets van, we willen wel even wat extra's brengen, proberen in ieder geval. Dus geprobeerd en gelukt. Ja, jij met een doelpunt en een assist? Ja, min ook 2 doelpunten assist, dus we waren belangrijk. Maar goed, we hebben weer 3 punten erbij. Canada ook in de volgende wedstrijd, dat moet ook geen probleem zijn, toch? Nou ja, je ziet het aan vandaag, het moet wel gebeuren. En als de goal uitblijft, dan begin je misschien toch een beetje zenuwachtig te worden, maar we bleven gelukkig wel rustig en uiteindelijk is het gelukt. Als we ons eigen spel spelen, dan gaat het allemaal goed komen. Weet zeker. En dan gewoon de kwartfinale? Precies. Poolwinnaar worden en dan in de kwartfinale weer knallen.